En dit is de Sportrubriek van RTV Slingeland. We beginnen met voetbal. Afgelopen weekend was bestemd voor inhaalwedstrijden en daardoor kwam in de vijfde klasse C alleen Meadow in actie. In de uitwedstrijd tegen Marienvelde kregen de Meadownezen ondanks een redelijk gelijkwaardige wedstrijd toch met 4-0 klop. Aan de stand onderin verandert hierdoor niks. Meadow blijft op de derde plaats van onderen staan met één puntje meer dan Wesseldorp en twee meer dan SVGG. Hockey De mannen van Avanti kregen in het subtopduel tegen Haki een 0-1 nederlaag te slikken. Ze staan nu gelijk met Haki op de derde plaats, maar ze hebben inmiddels 5 punten achterstand op koploper Zutphen. De Avanti vrouwen moesten genoegen nemen met een 3-3 gelijkspel tegen laagvlieger Saland. De ploeg staat hierdoor onderin de middenmoot. Volleybal het herenteam van Wivok kon het afgelopen zaterdag niet bolwerken tegen Kerkenmeijer Gemini. Met de setstanden 21-25, 22-25, 26-24 en 9-25 werd met 1-3 verloren. En ook de vrouwen gingen onderuit met 2-3 tegen Havok. Hier waren de setstanden 25-11, 18-25, 25-17, 16-25 en 10-15. Handbal. Zondag kregen de mannen van HCW in de laatste wedstrijd van dit seizoen uit bij de flyers in Wiegen met 16-28 op hun falie. Tot slot. Afgelopen weekend vonden weer de Rode Kruis Wandeltochten plaats. In de rubriek uitgelicht wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. En dit was de sportrubriek van RTW Slingeland en ik wens u nog een prettige avond.